bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Voor de E kom je op de hoefslag. En dan ga je weer gelijk van de hoefslag. Ja, nu weer van. Juist, heel goed. Dat je eigenlijk een volg op het midden van. Ga je bij je echt weer een brug. Nou, ik denk dat ze denken, ik vind het wel leuk. Ik ga stappen. Ja, dat is kort. Ja, ja. En dan iemand voor de hoek, hè? Iemand voor de hoek aanhouden, hè? Ja, probeer maar. Ja, binnenbeen op de singel, buitenbeen achter de singel. Ja. Ja, zet me door, meis. Ja, goed. Heel. Dan moet je je handen laag houden. En nou zit hij niet zo fijn in deze galop. Omdat hij eigenlijk een verkeerde galop heeft. Dus neem je teugel de muurkant een klein beetje korter. Je binnenteugel wat langer. Ja. En dan probeer ik nu nog een keertje aan het galopperen. Ja. Ja. Geef mij een klein tikje met je steek tegen de hals. Ja, goed zo. Ja. En dat doe ik eigenlijk dat die door. Goed. Aandacht, hè? Kom maar. Kan je me dan tip geven, maar dan kan hij niet naar voren, hè? Juist, ja.
goed. Ja, en dan ga je zo weer een keer bij de A een grote bocht maken. Ja. Dan ga je daar de rustige boord sturen. Doordragen. Kom. Kom, kom. Zo. Goed. Ja. En dan laat je gewoon meteen in de hoek tussen de letter A en C. Om je erin kloppen. Oké. Okay. Ga je net tussen de E en de H doorgeven. En dan probeer je rustig tussen A en C aan te gaan natuurlijk. Van plan. Zo. Gaan we hier al lang. En dan eraf. Kom. Kom door. 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 Probeer op te letten dat jouw binnenteugel heeft. Dus de teugel altijd aan die binnenkant. Dat die niet te kort komt. Hè? Want dan komt heel vaak je paard ook terug op het tempo. Kom. Oh, die was hard. Kom. Ja.
commander. Door. 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 Oh, lijkt me een glans aan, hè? Zo, dan ga je bij je kamer van Amsterdam. Oké. Kom. Zonder te galopperen. Kom, 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 hup, hup, hup. Nou, terug. Ik zat te draven. Ga je weer rustig naar beneden rijden. Ik ga het weer met harde lijn rijden. Zo, ja, weer wat sneller in rijden, waardoor je paard dan ook sneller gaat draven. Hup. Oh, juist. Heel goed. We gaan nu eens kijken op het moment dat we terug gaan naar de stap en je aangenomen hebt die paard op pak is. Oké. We gaan terug naar de stap. Oh. Waar we mee begonnen zijn, ga je nu kijken of het weer ligt. Eraf. En op het moment dat jij dan 4-5 keer je been geeft, dan geef je hem eerst even een keer een tikje aan. Doe je nog een keer. Oh. En nu. Zo. Nee. Doen. Mijn broek die zorgt, die slijpt aan die anti-slip en dan komt er een blaar op mijn been. Dat heb ik al wel vaker. Zo, zo beter. Ja, nog één keer aan. Binnenhand weer wat losseren. Zo. Ja, goed zo.
poetsen. Juist. Dan geef je hem wel een beetje wat langere beugel. Dat wil dus niet zeggen dat het klaar is. Oké. Oh. Ga je achterover zitten, hou een klein beetje tegen, dan geef je weer binnen. Ja, blijf de eerste pas in de zadel zitten. Ja. Goed. Ja, dan ga je weer terug naar je stap. Oh. Hoe zit dit nou? Zo. Ga ik nu proberen. Bij de... Ja, kijk maar. Ja, kijk. Nou denkt hij, zou ik het toch bij de haan doen? Kijk, dan ga ik echt proberen hoor. Even meer van gaan met de teug. Ga je meer komen. Ga je weer terug naar de stad. Waar ik was gestappen. Oh. Het was vanochtend wel warm, maar naarmate de kouder wordt.
grapje? Ja. Grapje liep los. Ja. Ik wou net zeggen, ja, ziet ze, die doet die deur niet dicht. Ja. Dat is niet de eerste keer, maar ik hoorde al wat dat ik dacht, klopt iets niet. Ja, ik denk Ik ben nu even wachten, Bobbili. Ze hebben nu nog les. Ik denk dat ieder moment klaar is. Gezien het natuurlijk een les is, mag ik niet mee binnen. Dus ik wacht gewoon even geduldig buiten. Ik heb hier een afdakje boven me, dus ik sta hier mee eentje. Ik kijk helemaal leeg. Oh. En dan ben ik heel benieuwd hoe de opnames zijn van de GoPro. Maar die hebben jullie natuurlijk al gezien onderhand. En dan hebben we weer de les gehad voor deze week. En zij helemaal happy de peppy. Dat is leuk. Ik ben heel benieuwd. Is klaar, zie ik. Ja. Heel goed. Zal ik even helpen? Zo. Hoe moet die erop? De voor of achterkant? Deze kant voor. De achterkant moet. Wacht, pak jij de camera. Ja. Hup, hij loopt. Zo, ik heb hem. Okay. De achterkant moet naar mij toe. Ja, zo dus. Of naar de camera. Ja, en dan moeten de banden omhoog. Ja. En deze, waar moet die heen? Ja, moet er even onder zo? Ja. Zo, alle banden omhoog. Toppie. Heb ik het goed gedaan? Ja. Ja, check nog eventjes. Ja, dat is goed. Ja? Ja. Okay. Ik heb alleen een blaar. Een blaar? Ja. Dat weet je nu al. Oh, lekker. Dat heb ik altijd op Brokkie zelf. Die heeft zo'n uitsteken, die ribbeltje. En dan steekt het uit. En daar ga ik dan tegenaan schuiven. Okay. Ik heb hem er niet op ze af te halen. Warm rekentje. Ja, het is wel lekker warm. Ja, de voorkant vastmaken. Zit hij goed? Ja, hij zit goed. Ja, zit goed. Oh, ik dacht dat hij scheef zat. Ja? Je kan het beste eerst aan de voorkant vastmaken. Want als je hem aan de voorkant vastgemaakt hebt, kan je hem daarna naar achter trekken. Ja, dat is zelf wel een mooi model. Ik vind het dan in de stal te doen wel spannend. Ja? Want ik heb afgelopen keer had hij me toen gebeten. Okay. En hij trekt dan met die stal trekt hij zijn hoofd omhoog. Ja? En ik heb dus nu elke keer gehad dat mijn arm echt heel hard tink. Hij heeft hem gebeten? Deze heeft hem gebeten? Ja, deze heeft hem gebeten. Okay. Nu zit de deken er gelukkig al op. Ja. Maar ja. En hij heeft al mijn keer, hij heeft nog één keer, toen heeft hij een pink pijn gedaan. Okay. Deze bijt, dat is nu al te zien. Oké, die bijt elkaar lekker. Ja. Nou, dan moet je eerst heen lopen, hè. Ja, draaien. Nu merk je al snelheid, hè. Ja, ja. Oké, en dan moet je nu, eigenlijk kun je toch ook over de richel heen doen, zo. Ja, maar ik ben bang dat hij hier tegen moet. Oh, oké. Nee, ze hebben geen eten, dat is fijn. Nou. Je kan het, hè? Ja. Oh, yes. Hij wijkt niet. Jee. Yeah, hij wijkt niet. Jee. Nou. Ik doe het helemaal zo en zo. Heb je goed gereden? Ik heb natuurlijk niet alles gezien. Nee, heb ja. De hooi er binnen? Het ging, ja. Hallo. Ja, je bent hier. De hooi er binnen trappen? Ja, ik heb wel lekker gereden. Ja, heb je lekker gereden? Ik heb alleen een blaar. Je hebt een blaar? Ja. Oké. Okay. Dat weet ik nu al. Dat heb ik al. Wow. Is geen appel. Dit is geen appel. Is geen appel, hè. Nou, dingen, jongens. Hé, maar vertel eventjes. Ja, het ging wel goed. We hebben weer 2 of 3 keer gegaloppeerd. Ja. Dus, en het ging elke keer fout. Wat dan? Dus elke keer stopte hij en ik niet. Oh. Ze moesten de hele tijd weer opnieuw. Dus, ja, dat is wel. Maar het ging helemaal lekker, dus. Ja, ja, ik moest op een gegeven moment ben ik even weggegaan. Ja. Ja, want het was natuurlijk afgesproken dat ik natuurlijk niet bij de les kon zijn. Dus nee. Heb ik even gewacht. Maar goed, ik ging hartstikke goed. Dus ja, je hebt ook nog een stuk galopperen gezien. Ja, ik heb ook een stukje galopperen gezien. Ja, niet een heel groot stuk, maar... Nee, heb je ook nog galopperen. Ja. Oké, nou, dat hebben we dan gezien in de GoPro. Hè? De tada, de GoPro. Ja, kom je even kijken bij mij? Jeetje. Ja. Alright, we pakken even die spullen en dan gaan we er weer vandoor. Ja. Ja. Ik heb Arnas helemaal niet gezien. Wie heb je gezien? Arnas. Arnas, die zit natuurlijk in de andere kant. Die zit tegenwoordig in die andere
Waar zit hij dan? Die andere stal staat hij, hè? Arnas. Zit hij daar? Ja, hij zit in de grote box, zit hij. Oh, jammer. Ja. Ik wil Arnas zien. Ja. Ze zijn al waar. Jammer. Jammer. Nou, ik kan wel zeggen dat ik over 2 weken weer ga rijden. Ja, over 2 weken ga je weer rijden. Ja, dus dan kunnen ze misschien wel komen. Zie ik nou mijn juffrouw staan? Nou, topper. Jij zit weer op in een lesje. Dit was dan weer een paardenfietsje. Een privélesje. Ja, en we gaan even een afspraakje maken dat je weer binnenkort kan. Ja. Dus dat was leuk. Hey, luidjes. Later. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!